Draaien. Ja, draaien. Daar rijden ze. Dat is komt een blokkade of zo, ik weet niet wat hier gebeurt. Ja, wat is hij nou aan het blokkeren de weg voor ons? Oh, wat erg. Giel, traps aan de kant. Ja, ik ga naar de kant. Wat is dit nou? Ja, zij hoort erbij. Ja, zij hoort erbij. Go. Ja, dikke neus, hè. Wat is dit nou? We gaan rennen, ga! Ga maar, kom maar omhoog. Ga maar. Ja, doei! Doei! Tot zo! Kus van reet, rukken! Woehoe! Lekker! Ah, oh, wat lekker. Lekker, we hebben het toch allemaal gepakt. Bij de hele Dit programma wordt steeds gekker. Een helikopter die recht voor mijn neus nog een extra rondje aan het vliegen is om me uit te dagen. Kijk hoe snel je bent met een heli. Ja, het is toch niet normaal. Oh, het is zo kicken dat die heli gewoon gaat. We mogen 20 minuten in de heli zitten. En we zitten best wel hoog. Niet wetende waar ze heen vliegen, kiezen Giel, Thomas en Stefan ervoor om naar het midden van het land te rijden. Nou, jongens, we gaan naar Utrecht. Koers Utrecht sowieso aan. Ja, kom maar dan. Sowieso. Jongens, hebben we nog alle tijd, geen paniek. Stefan, dat is wel vet om hier af te laten gaan. Oh, dit is slim. Ga boven Utrecht hangen en dan laten we hem afgaan. En dan... Doei! Ja, man. Heel leuk bedacht, maar jullie onderschatten jullie achtervolgers. Die rijden sowieso deze kant op. En wachten geduldig op de volgende GPS-locatie. We hebben wel vaker gehad dat mensen een lijpe voorsprong hebben met de heli en uiteindelijk scheelt het echt niks, hè? Waar gaan ze landen? Ik houd het in de gaten, man. Maar dan moet je op de galg naar weer blijven draaien zodat hij afgaat. Ja, dan denk ik dat we geland zijn daar. Net als met de Kuip, weet je dat er in het stadion geland is. Hoe lang nog? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nu! Waar is het daar? Rotterdam, Schiedam. Hoe kan dat nou zo snel? Oh, oh shit, hey, zag ze aan. Wow, holy fuck. Dit moet ik echt even verwerken, want Babette, ik dacht dat we namelijk super veel voor waren. Oké, dan moeten we nu 39 echt... kilometer. We waren net 39 kilometer voor. Oké, maar dit nu is echt serieus, want dit is echt gênant. Ja. We hebben ze gezien. Dat meen je niet. Oké, we hebben niet. Ze gewoon gezien. Ja, ze zaten in de metro. Ja. Stapte net in de metro. Dat is goed. Dat is goed. Je kon ze niet pakken. Nee, de deur staat dicht. Ja, we waren 1 seconde te laat. Dat meen je niet. Ik moet dit helemaal verwerken. Ik zit dit enorm te processen. Zo close. Zo close. Zo close, ja. Zij hebben nu gezien waar en waar wij stappen. Dus zij weten nu waar we naartoe gaan. Ja. De station Schiedam, denk ik. Dat Schiedam centrum stond er, toch? Ja, maar het metro stopt natuurlijk bij het station. Ik zeg, jongens, ze gaan natuurlijk gewoon door. Of ze gaan er bij een eerder uit, of ze gaan later eruit. Ze weten nu. Ze hebben ons nu gezien, snap je? Ja, maar wij weten dat ze in de metro zitten. Dat is kennis, die moeten we gebruiken. Maar we moeten nu eigenlijk ergens uit en een andere kant op, toch? Of niet? Ah, ik baal je van, want dit soort kansen krijg je niet. Nee, dat krijg je niet vaak. Nee, deze hadden we moeten pakken, man. Dus we gaan sowieso eruit en terug met de metro. Dankjewel, lieverd. Voor het eerst voelen Katja en Babette iets van pure paniek. En stappen ze uit, zonder op de tijd te letten. Is dit de locatie? Kijk, zie je? Ja, ze zijn daar. Ze zijn bij Schiedam Centrum. De mannen weten precies waar de dames zijn. Welke gaat terug? Naar beneden! Dit station had Team Stuk al in de smiezen. Ze zijn vlakbij en klaar om toe te slaan. Kijk, we kunnen hieruit. Ja, go. Succes, jongens. Jo, kom op. En hou portocontact. Het is hier beneden. Shit. Rennen! Sorry. Hebben jullie iemand gezien in oranje pak? Hebben jullie iemand gezien in oranje pak? Oranje pak. Ga dicht, deuren dicht. Oké. Okay. Jongens, gaan we hier blijven staan of niet? Ja, we moeten even checken. Geen oranje pak, geen oranje. Ze zijn weg. Ja. Dit duurt te lang, Herman. Dit duurt te lang. Ik kan elkaar lezen of zo. Nou ja, ze zijn heel slim. Ik ben er niet gerust op. Dit duurt een beetje te lang. Ik heb echt het idee dat ze ineens aan de zijkant... Geven we Stefan door dat we door de duinen aan het lopen zijn. Oké, Giel en Stefan, we zijn door de duinen aan het lopen. Hoor je mij of niet? Is gehoord. Zie je ze? Nee, zie ze niet. Ik loop wel zo, ja. Je ziet ze niet, hè? Giel en Stefan, wij zien ze niet. Maar we gaan nu wel... Okay, we zijn nu wel bijna op het strand. Oké, maar kijk uit. Je moet blijven aan de kant een beetje van de beschutting, van de duinen. Jezus. Kom op.
Lekker verder. Ja, zouden ze met de auto komen of zouden ze komen lopen? Ja, maar als de auto is, ook gewoon lekker naar voren staan, hoor. Ja, blijven staan. Steve, hou ons alsjeblieft in de gaten, want we kunnen nu niet meer praten. We moeten even opletten. We zien een auto, we zien een geel busje, we zien een geel busje. Pak hem, sta hem af. Geel busje. Ik heb er een goed gevoel over. Herman, dit gaan we gewoon halen. Ja, nog even niet te euforisch. Ik hoop het wel. Oh, daar komen twee dames aangerend. Ja. Holy shit, ze staan hier gewoon achter. Gaan we? We gaan... Steven gaat rennen. Tel maar af. Ik ga vol gas erin. 4, 3, 2, 1. Oké, actie. Insluiten, insluiten, insluiten. Jongens, ze zitten hier. Ze zitten hier. Rijden. Holy shit. Rijden. Wat is dit? Rijden. Erop. Lieverd, we hebben 10 minuten. Moeten we dan nu het station in? Hassan, Centraal Station. Centraal Station? Welke? Die van Utrecht. Nou goed! We weten, een grijze bus. Ja, draaien. Maar we weten niet welke kant ze de snelweg op gaan. Oh, nee. Zo dicht mogelijk bij dat hoogkaterijnen. We gaan laag, kom. Zo'n offline button heeft natuurlijk geen enkele zin als de jongens je zien. Dat waren ze! Dat waren ze! Ja. Waren dat ze? Ja, dat waren zagen ze. Zagen ze ons? Weet ik niet of ze ons zagen. We moeten draaien. Wow, jij was echt scherp. Ja, ik was echt heel erg scherp, ja. Ik was echt super scherp. Wauw. Ja, gas. Lekker ja. Toon. Met nog 28 minuten te spelen, is het zaak nu zo snel mogelijk te verdwijnen. Dan gaan we nu naar Centraal Station. Okay, ik wil wegwezen hier uit die stad. Ik wil een trein in. Oh, de jeep, we gaan het toch wel redden? Ja, rustig blijven. Hassan, topper, dankjewel, hè. Hassan, jongen, je bent echt een topper. Dag, Hassan. Ja. Vluchten met het OV is meestal geen slimme keuze. Maar met zo weinig tijd op de klok is een willekeurige trein inspringen misschien wel een meesterzet. Zie je dat daar? Waar? Daar staat een grijs busje. Volgens mij hebben ze daar ingezeten. Ja, maar dan zijn ze afgezet bij station. Dat is de bus. Dan zijn ze afgezet bij station. Dan gaan we erachteraan. Maar we zijn nog steeds offline, hè? Oh, hij gaat ze pakken. 16:39. Maar dat is te laat. Ja, dat is over 3 minuten. Hebben jullie twee mensen in een oranje overal gezien? Nee? In een oranje overal? Nee? Ja, jij hebt Najib en Wendy van Dijk gezien. Die rennen naar binnen. Oké, check. Jongens, Wendy en Najib zijn gesignaleerd bij station. Over. Er is gehoord, Giel Gamma richting Centraal Station. Hey, succes. Dank je. Waarom ik fluister, weet ik ook niet. Zo, we zijn weer online. Oké, top. We hebben een locatie. Ja, een nieuwe locatie is binnen. Ze zijn inderdaad op Centraal Station, Giel. Welk spoor? Over. Het eerste ding dat ik tegenkom. Zo ver mogelijk naar achteren. Kom, Nadine. Oui, arrivé. We zitten... Ik weet het niet. Kom. Kom je bij ons? Ik moet gewoon. Hallo. Oh, hier. Pizzawinkel. Stap maar uit. Ik noem het en er is er één. Soms valt de puzzel gewoon perfect in elkaar. Twee wielen zijn nog altijd sneller dan twee benen. Zelfs als die het gebied op hun duimpje kennen. Jongens, kijk even. Schorrel. We zijn thuis. In Amsterdam, in de duinen. Ja, hartstikke fijn, maar de klok staat nog altijd niet op nul. En de mannen zijn nu heel dichtbij. Hey, goeiedag. Hey, wij zijn met het jachtseizoen bezig. En onze boef die gaat nu het duingebied in. Hier staan allemaal mountainbikes, maat. Ja, ik ga hier regelen. Onze boef die gaat het duingebied in en we hebben eigenlijk een fiets nodig. Of twee. Kunnen we even twee fietsen lenen? Dat mag. Ja? Oh guys, ik heb twee fietsen. Zijn het mountainbikes of fietsen? Zou jij ons kunnen helpen met twee mountainbikes? Thomas, ik heb hier twee mountainbikes. Heb je twee mountainbikes, Giel? Ja, ik heb hier twee mountainbikes. Oh, dan gaan we voor de mountainbikes. Oh, ik kom eraan. Neem die. Dankjewel. Deze man die kent het programma, love it. Ja, je bent een topper. Fantastisch. Hey, super bedankt. Even verderop gaat Dave helemaal stuk. Even omhoog. Boom. 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 Ah. Kom. Kom. Kom op. Ah. Dit is top. Nu gaan we ze pakken. Hier links? Hier links. Oké. Zij hebben ook een fiets, man. Denk ik ook. Denk ik. We gaan het gewoon nu op pakken ook. Ik heb echt geen zin namelijk om wat paintballs op mijn lijf te krijgen. Ik moet rusten.
Ik moet rustig. We lopen. We moeten. Dan ga ik het pakken. Elke seconde is meegenomen. Ja, rustig doorlopen nu, want anders elke meter niet stilstaan. Kom. Hoe verder, hoe beter. Wat doen ze hier? Ja, inderdaad. Wat? Net als David Donnie überhaupt ooit naar een bos toe gaan. Stadjongetjes in de natuur. Ja. Wie had dat gedacht? Hier komt die 5 seconden. Nou, waar zullen ze zitten? Hoe lang duurt dit nog? Ja, dit duurt wel een kwartiertje. Dat meen je niet? Ja. Wij zijn met een programma bezig. Kun je niet 1 seconde dat... Hij nou onderuit, dan kun je daar de eerste erin. Dan kun je zo parallel rijden. Dan kun je er weer uit. Kan je een stuk tv tegenhouden? Ja, ja, we houden. Die Sanchez smile doet wonderen. Dit nadeel is opeens een voordeel. Maar ze gaan die bus tegenhouden. Lekker jongens. Gaat dat toch geen boot pakken op zo'n klein, watertje? Doe je niet. Als zij hier een boot op staan, is het klaar, dan winnen wij. Ja, dat zal best. Maar dan moeten ze dat bootje eerst zien te regelen. Anders hebben jullie al beet op het droge. Hallo, jullie moeten ons helpen. Het water op, zo snel mogelijk. Weg. Ze zitten vlak achter ons, denk ik. Wat is dit? We worden in de zij genomen, hoor. Ze zetten hem ervoor. Ja, echt wel. We worden in de zij genomen. Ja, we moeten de boef vangen. Ja, zie je, Giel. We moeten achteruit. Rijden jullie naar expres? Ja. Nee. Aan de kant, jullie. Nee. Nee, dit ja, echt wel. Rijden met dat ding. Rijden. Weg dat ding. Jawel. Hij doet het niet meer. Rijden. Kom op, weg. Die kant op. Schiet op. Kom op. Jalla. Ja, dit was afgesproken. Ja, maar ze zijn hier langsgekomen. Ja, ze zijn hier langsgekomen. Ze zijn het gewoon... Go. Ja, echt. Ik wist het. Het scheelt niet veel, maar zorgt voor net genoeg tijdwinst om eindelijk die boot te rosselen. Wesley en Rolf zijn weg. Stuk TV! Water. Bootje. Zie je? Zit op water, hè? Ja, hoe kan dat nou? Pak je verre kijken, maar we gaan zoeken. We gaan ze zoeken. Er staat afstand op is 3 kilometer van je verwijderd. 10 stuk. Hey. 3 kilometer. Wat, 3 kilometer? Zijn ze verwijderd van ons? Nee. Die worden gek nu, jongen, daar in dat busje. Geloof me nou. De plan gaat perfect. Niet normaal, hè? Zie je alleen zeilbootjes? Nou. Weinig bootjes. Ze zitten ergens daar links. Wat een kat-en-muisspel is dit aan het worden, zeg. Zien jullie ze al of niet? Nee, Thomas, we zien ze nog niet over. We zijn even aan het kijken. Zouden ze al een overstap hebben gemaakt en bij Luna de Vlecht gewoon eroverheen gaan? Zou best kunnen. Ja, wij moeten wel kapot ver omrijden. Boys, laten we gaan, want hier zijn ze niet en we zijn ook niet in de buurt. Echt geen flauw idee. Dit is zo ontzettend strak getimed. De oversteek duurt exact 20 minuten en dat is een risico. Waarom zou je dat nemen? Die gaan regelen die daar naartoe. We gaan ons alleen in de lucht. We gaan parachutespringen in die oranje pakken. En dan hopen we dat ze ons alleen maar zo zien. Althans, dat is de bedoeling, hè? Ah, hier is het. Oh, nee. Wij moeten wel mee op de pont, hoor. Oké. Voor jachtseizoen. Ja, ik ken het. Maar heb jij twee boeven gezien? Volgens mij heb ik wel wat rumoer net over de porto. Maar als jullie nou gewoon naar loket 2 rijden, dan kun je daar een kaartje kopen en dan heb je deze boot. Oh, top, dankjewel. Yes, we mogen erop, jongens. Xander en Leo gaan er alweer bijna af en regelen snel wat handige helpers. Als jullie dan achter ons aan willen rijden, en als jullie ons daarna het lichte vlak bij af willen zetten bij dat parachutespringcentrum, ja, dan zijn wij waar we zijn moeten. Nou, doen we dat. Is dat oké? Ja. Toppers! Doen we dat. Dit zijn gewoon hele zure minuten, want we moeten nu wachten, dan is het nog een half uur. Dan komen we aan en dan hebben we denk ik nog 45 minuten speeltijd. 45 minuten op Texel. Op Texel. Ja. Oké, dus we moeten dan echt snel gaan schakelen. Waar gaan ze heen? Wat gaan ze doen? Hup. Jullie gaan in de auto zitten, zien we elkaar zo meteen. Tot zo, hè? Hoi, bye, jongen. Oh, waar is het al in? We hebben nog anderhalf uur. Dus we moeten echt... We hebben een uur hier om kat en muis te spelen. Dat is best kut. Ja. Want zij kunnen ons dan nog pakken. Ja, zij zijn zojuist gearriveerd. Zij zijn nu al aan de overkant. Maar ze moeten daar weer een lift regelen, hè? Ze moeten daar weer een lift regelen. Hé, we gaan rijden. We moeten gaan instappen. Ja, we komen. Het is voor het eerst dat ik gewoon pauze heb met dit programma. Ik kan niks. Ik moet gewoon wachten. En ondertussen ga ik lekker even wat drinken bestellen. Dat gaan we doen. Xander en Leo hoeven eigenlijk ook niks meer te regelen. Helpers genoeg. Maar dat is misschien wel heel makkelijk. Hey, zijn die van ons?
Ja, man. Ja, zo'n oranje pak is net een goldcard. Je krijgt alles mee. Hey! Ik weet het niet. 16 seconden. Oh, ritmisch. Ik hoop niet dat ze weer op dezelfde plek staan. Nee, nee, dat staat. Ze zijn nu wel weg. Positie. Dat is niet erg, toch? Ze zien niet dat we in de tram zijn, toch? Nee, ze zien niet dat we een tram zijn. Oh, zeker wel. Jullie zitten zo'n beetje in de bekendste tramlijn van Amsterdam. Laat me recht, ik ga hier naar rechts. Oh, meneer, deze is achter ons, ze is achter ons. Stop hem hier. Of we waren net vlakbij. Ze zit in de tram, ze zit in de tram. Nee. Hier, ik ga hier rechts, hier komen ze uit. We moeten gewoon gaan zitten anders. Ik ga hier eruit, jongens. En ik? Ja, jij moet gewoon naar station, naar station. Heb jij een walkie-talkie mee? Ja, ja. Oké, okay, go. Ik ga weer die tram te pakken. Ja. Kijk, nu kunnen we ze wel tegenkomen. Ja, ja. Oké, ze zitten volgens mij in de tram naar het station. Ja, als we bij het centraal zijn, ja. Meteen station in. Station in. Dwars door de stationshal. Rechtsaf, ze zitten heel dichtbij. Thomas gaat hem pakken, hoor. Ja? Oh shit, oh shit. Dit red jij niet. Dit red jij niet. Dit is echt niet oké. Okay. Ja, kijk. En die tram die komt hier langs. Ik denk dat het voor hun wel een drama is dit, dat wij hier zijn. Ja, dat is het. En ik denk wel op het moment dat wij eruit gaan, dan gaan we daar liften. Want we moeten nog een keer en dan moeten we iemand hebben. Dat, het is wel een risico, maar ja, aan de andere kant, het lijkt me wel kicken om over het water te gaan. Links. Links? Ik ben hier bij het paleis op de Dam. En dan komt de tram. Links. Ja, ik zie je nog aan je pak. Ja, we zitten overal aan je pak. Nee, ik zie je nog aan je pak. Ik zag je nog aan je pakken. Ik vraag me af of het niet hier veel moeilijker is voor ze. Ja, dat we hier blijven. Maar dan zou je nog wel een uur en een kwartier in de stad moeten blijven. Stefan voor Thomas, hoor je mij over? Ja, ik hoor je over. Ik ben nu bij de tram halte. Er komt nu een tram aan. Ze zitten waarschijnlijk in die tram. Ik herhaal, ze zitten waarschijnlijk in die tram. Over. Ja, dat moet wel. Over. Ga je, taxichauffeur. Kom op, please. Ja. Ik zie ze. Ik heb ze gezien. Over. Dus als zij zometeen weer een positie doorkrijgen van ons, zullen zij zeggen, ze gaan naar Noord. Hij heeft ze al. Rijden, doe het eruit! Go! Rijden!